Why do we study the human past? What lessons are there to be learned from archaeological objects and ruins from thousands of years ago? Studies of antiquity often focus on ancient Greek and Roman history, also known in the curriculum of schools as the classics. But the historical period of antiquity was marked by a large diversity of cultures and civilizations. Important innovations and historical changes often happened because of interactions between these different cultures. The Greeks and Romans were a part of this, but they were not the only ones. Ondanks de grote diversiteit aan culturen in de periode van de oudheid is er lange tijd in historisch onderzoek vooral aandacht besteed aan de Grieken en Romeinen. En er is lang niet altijd zoveel ruimte voor antieke India, Perzië of Afrika. Nou, in mijn onderzoeksproject gaat het juist om die interacties tussen antieke gebieden. En het gaat vooral om het in kaart brengen en interpreteren van cultuurcontact tussen de Mediterrane regio, Oost-Afrika en het Indisch subcontinent. Nou, in deze vlogstijl documentaire zal ik samen met mijn PhD's en masterstudenten een korte introductie geven van het werk wat wij zoal doen. En in het kader van de Week van de Klassieken is de leidraad hierin de Grieken en Romeinen als deel van die bredere netwerken. Zij zijn niet de focus van ons onderzoek, maar we komen ze wel overal tegen. En vaak op een andere manier dan zoals ze traditioneel bestudeerd zijn. Een Boeddha in een Griekse museumzaal. Dat is niet iets wat veel mensen verwachten als ze hier het museum binnenkomen. En toch is dit iets dat we vanaf de 19e eeuw in veel Europese, Britse musea heel veel hebben gezien. Waar Britse archeologen vanuit India en Pakistan beelden zoals deze Boeddha's hebben meegenomen. En juist tentoon hebben gesteld in de klassieke Griekse afdeling. En de nadruk werd dan altijd gelegd op de naturalistische stijl en de vergelijkingen die daarmee gemaakt werden met de traditionele Hellenistische beeldhouwkunst. Vanaf de periode van Alexander de Grote was er ook daadwerkelijk contact en handelsinteractie tussen India en de Mediterrane wereld. Maar in de 19e eeuw, als we die tentoonstellingen zien van Gandhara-beelden zoals deze Boeddha, was dat eigenlijk voornamelijk om de superioriteit van Griekse beeldhouwkunst te benadrukken. En dat is ook direct gelinkt aan de Britse heerschappij in India, en waar daar de nadruk op werd gelegd.
door middel van bijvoorbeeld vergelijkingen tussen een Boeddha zoals deze en beelden van Griekse Apollo's. Maar als we echt in detail gaan kijken naar een beeld zoals deze, dan zien we eigenlijk misschien nog wel meer verschillen dan overeenkomsten. Dit soort beelden zoals deze Gandhara Boeddha werden beschreven als Greco-Boeddhistische kunst. Om die nadruk te leggen op de overeenkomsten met Griekse sculpturen. Maar als we dus heel goed gaan kijken naar een beeld zoals deze, zien we dus eigenlijk juist voornamelijk hele specifieke boeddhistische gelaatstrekken. Die al vanaf 500 voor Christus heel erg duidelijk beschreven zijn in de oude boeddhistische teksten, zoals de Buddha Caritas. Bijvoorbeeld de lange oorlellen van de Boeddha, de vorm van de ogen, de Ushnisa knot op het hoofd. Dat is geen haar, dat is een soort een deel van de schedel, een teken van de verlichting van de Boeddha en de urna-stip tussen de ogen, die heel anders zijn dan dat we bijvoorbeeld zien bij Apollo-beelden. Hier in het RMO staan de Gandhara-beelden ook tentoongesteld in de afdeling Griekenland. Maar hier is juist de nadruk gelegd op diversiteit en interactie. De Boeddha's staan hier tentoongesteld om te benadrukken dat in Hellenisme, de rijkwijde van Hellenisme, dat daar ook andere culturen mee in aanraking kwamen. En dit laat eigenlijk heel erg goed zien hoe moeilijk het ook is om in een archeologisch museum als dit bepaalde culturele labels op objecten te plakken. Is iets nou Indisch, Boeddhistisch, is het Grieks? Zijn er verschillende elementen die samenkomen? Dat zijn allemaal lastige vragen. En dat zijn dus ook vraagstukken waar een museum in de keuze waar iets wordt tentoongesteld ook een belangrijke discussie mee kan voeren. Het blijft dus lastig om hele specifieke culturele labels op hybride beelden zoals deze Gandhara-sculpturen te plakken. Nou, het Museum Volkenkunde, waar we hier zijn, heeft voor de tentoonstelling een heel andere keuze gemaakt dan het RMO. Namelijk door te focussen op de originele geografische context van deze beelden, India. Nou, in deze opstelling zien we dus ook heel erg goed dat deze Gandhara-sculpturen geen losstaande beelden waren, zoals vaak Griekse beelden waren waar ze mee werden vergeleken. Al deze sculpturen en reliefs waren onderdeel van stupa-heiligdommen, boeddhistische heiligdommen uit India. En in de 19e eeuw zijn heel veel van die panelen losgehakt en de figuratieve Boeddha-beelden zoals deze zijn losgemaakt, bewust met het doel om ze in musea te verplaatsen en als beelden neer te zetten. Nou, deze decoratieve reliefs hadden een hele specifieke functie op die stupa-heiligdommen. Heel veel laten zij scènes zien uit het leven van de Boeddha, Siddhartha Gautama, als een soort educatie van boeddhistische volgelingen.
Maar traditioneel werden deze reliefs door klassieke onderzoekers in Europa juist geïnterpreteerd vanwege de overeenkomsten met naturalistische, hellenistische stijl als Griekse scènes. En bepaalde scènes uit de Boeddha's leven werden dan neergezet als een Dionysische scène, bijvoorbeeld. Terwijl juist als we deze sculpturen willen begrijpen in hun originele context, dan moeten we ze dus eigenlijk ook gaan zien als architectuur, als decoratie, maar ook vooral als religieuze functie als deel van deze stupa's. Een van de belangrijke elementen waardoor dit soort reliefs op stupa's vaak als Grieks zijn geïnterpreteerd, is door de geplooide lange gewaden die de figuren dragen. En die werden vaak parallel gezien als bijvoorbeeld toga's of Griekse palla. Maar op eenzelfde stupa vinden we ook reliefs zoals deze hier, van een bodhisattva, een verlichte volgeling van de Boeddha, waar we juist traditioneel hindoeïstische iconografie zien in kleding, juwelen en bijvoorbeeld deze figuur heeft vier armen. En dat is zeer bekend uit sculptuur uit de hindoeïstische traditie in India, die al veel eeuwen ouder is dan boeddhisme of de komst van Grieken naar India. Wanneer we sculpturen zoals de Gandhara-beelden in een museum bijvoorbeeld naast traditioneel Griekse beelden zetten, dan vallen juist die elementen, Hellenistische elementen, geplooide gewaden, die vallen op. Zetten we ze naast hindoeïstische sculpturen zoals deze Shiva en Shakti, dan vallen juist de meer traditioneel Indische iconografie op. En dat is eigenlijk precies ook het kenmerk van dit soort hybride beelden. Een diversiteit aan elementen waar je eigenlijk niet één label op kunt plakken. India in de oudheid was ook echt een kruispunt voor culturen, handel, allerlei koninkrijken, keizerrijken die daar samenkwamen. Perzen, Parthen, Bactriërs, Kushanen, Hindoeïsme, Boeddhisme, Grieken, Romeinen. Ze gingen allemaal deel uitmaken van dit netwerk, van dit kruispunt. Maar traditioneel, door klassieke studies die alleen maar focussen op Grieken en Romeinen in India, is er heel lang toch een heleboel niet bekeken of onderbelicht gebleven van juist deze diversiteit in India. En door daarom studies van Grieken in India inclusiever te maken, leren we niet alleen meer over de oudheid in India, maar ook over de rol van de Grieken in India zelf. Mijn PhD-student Rishika Dumal die gaat u nu wat meer vertellen over de impact van dit koloniaal verleden in India. En met name de invloed van traditioneel onderzoek, vooral naar Grieken in India. Zij zal u ook vertellen hoe zij zelf met haar doctoraal onderzoek een heel ander perspectief heeft gekozen. En de eerste resultaten van haar onderzoek zal ze met u delen. Rishika spreekt u toe vanuit Mumbai in India. Archaeology in the Indian subcontinent goes back all the way to the Indus Valley civilization. It can be dated back to almost 5,000 years from today. Even in those early times, evidence of trade interactions with ancient Mesopotamia and Egypt has been found.
finds of pottery, seals, and organic remains such as food and spices like pepper can be traced back to India and attest to this. These connections continue to grow and expand throughout the diverse history of the subcontinent. Especially from the time of the Mauryan Kingdom in India in 300 BCE, do we see a great expansion of trade connections across the Indian Ocean. These went hand in hand with diplomatic ties between Mauryan kings such as Ashoka and the Macedonian dynasty of the Seleucids in the neighboring Persia. There is a wealth of archaeological evidence from port sites and trade centers from this era. But for a very long time, the scholarship of ancient Indian history hardly paid attention to the diversity of these connections. The main reason for this was the colonial history of archaeology in India. In the 19th century, when large excavations first started, current-day India and Pakistan were under British rule. The British scholars led the campaigns where they write in their reports about their main interest, which was finding Greek presence in India. For example, John Marshall wrote, when he first set out to study ancient sites in India, he was thrilled to find his beloved classical Greece in Punjab. From the time of the Mauryan Kingdom, there has indeed been a Greek presence in the Indian subcontinent. But when we look at all the evidence from that period, this Greek presence seems to be only one part of a much larger and complex network of connections of different cultures coming together and interacting. But the British scholars chose to mainly focus on this part almost exclusively. And they interpreted any possible evidence of Greekness in India as superior to those to other cultural finds. If a sculpture did not seem Greek enough, it was often categorized as barbaric or proto-Hellenic instead. If a sculpture wore a long folded dress or robe, it was automatically seen as a Greek palla or toga, when it could also be recognized as traditional ancient clothing such as ancient saris. These were very different times, of course, but such colonial studies still have an impact to this day. Many chronologies of ancient objects and sites were misinterpreted in this way, and we are still working to rectify many of them today. This is done by means of modern scientific methods such as carbon dating, XRF scans, and databases analysis. But also, we must keep in mind that the educational curriculum in India for a long time remained heavily influenced by this colonial scholarship. As a result, naturalistic Buddhist or Hindu sculptures were often still identified as Greek, even without contextual proof or a clear reason. In recent decades, archaeological research has changed, and modern methods make it better possible to step away from biased interpretations. This, of course, will also help us to understand the actual role of Greeks in India much better than before.
In my PhD research, my main focus is on trade connections from India across the Indian Ocean. All these sites and data sets cannot be studied in isolation one by one. To get a clear picture, all this data needs to be combined. So far, the interplay of all the different kinds of cultures has become clear in my research. Seleucids, Bactrians, and Greeks were a part of it, but so were Kushans, Aksumites, Egyptians, Arabians, and all kinds of merchants from across the Indian subcontinent and Sri Lanka. We also have thousands of ceramics, organic finds, ship remains, coins, and more to be analyzed from trade sites. In my PhD research, I hope to take an important step towards using scientific methods to study this kind of archaeology. And in doing so, taking a step closer to factually reconstructing the reality of the past. Greeks were a part of this reality too, but when we look at all the evidence from ancient India, they were not the only nor the main part. How's it going? Hey boss, not bad. Same as always, buried in books, trying to find results. How about yourself? Yeah, not too bad, trying to film a documentary. Oh, cool. So speaking of which, this is Alexander Moats, master's student in our project who specializes in applied archaeology and fieldwork and scientific methods. Last year for our project, Alex did fieldwork in the Himalayas in Pakistan, and this year he is studying ancient port sites in Sri Lanka. So Alex, how about you tell the people something about the different methods and techniques that we use in our project and some of the work you've been doing? With pleasure. All right, floor's all yours. Now, normally when we speak about archaeology, we tend to think about excavations and traveling to exotic places and digging up beautiful objects from the ground. Now, this is only one part of the process. Another part of the process, which is just as important, is the analysis and the interpretation of the data which we get from excavations. And by doing this, we're actually able to ask the bigger questions about the lives and societies of people in the past. Now, when excavation and travel are not possible, so like during the 2020 COVID pandemic, archaeologists can use satellite imagery in order to identify and to connect sites. I'm currently doing this with ancient ports in Sri Lanka. And by using modern day computer technology, we can actually conduct complex statistical analyses on our databases in order to gather new information such as distribution patterns and patterns of interaction. And these patterns we normally would never have seen if we had never looked at the broader network of sites, and if we had only focused on individual sites and individual objects.
another part of the archaeological method is a bit more like detective work. We have reports here from decades ago and even all the way back up to the early 20th century. And these reports were usually only studied in isolation. What we try and do here is we try and bring them all together in order to provide a bigger and better picture of what was actually going on in the ancient past. And Greek and Roman finds were also part of these reports from India, Sri Lanka, and Pakistan. And it's only by bringing all of these different reports together that we can actually see how this material traveled from the Mediterranean all the way east and the impact that it would have had there. And then, of course, there's the material itself. Now, in the past, techniques like XRF mineral scanning and carbon dating were not always available to determine the provenance and origin of pottery. But now, we can determine with scientific accuracy where these pots were made and where they actually originally came from, as is the case for hundreds of pots from the Roman port of Berenike in Egypt. And this piece here, which is actually originally from the Eastern African kingdom of Aksum, but was found in excavations at Roman Palmyra. Our colleague Samatar will tell you more about the importance of Aksum trade later on in the documentary. Now, scientific investigations sometimes confirm what ancient texts say, but more often than not, they contradict what they say. And it's for that reason that it's important for our research that we don't only just use different research methods, that we also, that we're interdisciplinary. Now, this involves looking beyond just individual sites and individual objects, and we need to use more techniques from a variety of different fields in order to get the best results possible. This includes working together with specialists such as classicists, linguists, archaeologists, biologists, botanists. All of these fields are essentially pieces of the same puzzle. But unfortunately, in reality, specialists tend to only work within their own fields, and these puzzle pieces remain scattered. So, in order to really understand to what degree the Greeks and Romans were involved in ancient international trade, it's not only the classics that needs to become more inclusive. It applies to all fields. And it's for this reason that our project tries, wherever possible, to publish our findings on open access, so that people from all over the world can use our information. And we hope that this, in turn, will create better collaborations in the future. Now, tackling the applied methods of archaeology can get more complicated than it may seem at first. It involves navigating quite a lot of angles and a lot of different academic networks, and it usually involves quite a few hurdles. Because as an archaeologist, you need to go out into the world and you need to collaborate with different people from all around the world in order to gather and access the tangible and empirical evidence that you need before making any theories. Now, it's important to remember that archaeology is not always conducted the same way everywhere throughout the world. And you need to be flexible as an archaeologist in order to work with different kinds of people and different techniques in order to get the best results possible. Here in our project, we also try and bring value to the archaeology so that the communities that the archaeology belongs to can benefit from it. A good example would be in Pakistan, where our rock carvings, we hope that they will be used to provide social and economic benefits to the surrounding community. Now, all these aspects that we've discussed make our work very interesting, but also very challenging. Because, you know, you can't just simply open up a book, read a few lines, and come up with a thesis. It's important that you get out there, you do the research, and you build your research from the ground up.
Rijk is natuurlijk heel erg bekend voor de vele handelsroutes en wegen die binnen het Rijk zijn aangelegd. Maar ook ver buiten de grenzen van het Romeinse keizerrijk waren er talrijke interacties, onder andere met India. Nou, onze masterstudent Daniele Zampierin uit Italië heeft zijn onderzoek gefocust juist op die interactie tussen Romeinen en het Indisch Schiereiland. Vanuit Italië zal hij u toespreken en hij gaat wat vertellen vooral over vergelijkend onderzoek tussen Romeinse havens in Berenike in Egypte en Arikamedu in India en zijn meest recent onderzoek naar Indisch aardewerk in Oman. Berenike Port, located on the Egyptian Red Sea coast, and the port of Arikamedu, located on the Indian coast of Bay of Bengal, are two well-known archaeological sites related to maritime trade. In the past, both sites have been related to Roman commerce. In particular, Berenike was one of Roman Empire's gateway for import and exports, while Arikamedu seemed to have yielded some of the furthest known archaeological material from the Roman Empire. The site of Arikamedu was first excavated by British archaeologists by the beginning of the 20th century. Because of the finding of some Italian Aretine pottery, as well as traces of the famous Roman source Garum, these archaeologists interpreted the whole port of Arikamedu as a Roman trade emporium. It is from this interpretative point of view that I started my recent study as part of Dr. Van Arde's project, published last year in the Journal of Ancient West and East. In their approach, British archaeologists focused only on Roman material. I, instead, analyzed all the material available from this site. It turned out that the traditional interpretation was based only on 38 samples, while the other 300,000 samples were not Roman at all. They were coming from other sites of India, as well as Sri Lanka and Saudi Arabia. But these materials were ignored by the colonial archaeologists. As a result, the real role of the Roman trade in India was misunderstood for a very long time. We found something similar also here, in the Roman era port of Berenike, in Egypt. A great amount of pottery was found here, such as trade amphoras, but also cooking pots for traveling traders. But the findings are not limited to pottery. In Berenike we found also imported spices, like cinnamon and pepper, and decorative glass and beads, all coming from India and Sri Lanka. And these materials are far more numerous than any contemporary Roman material found in Indian ports. And yet only recently there has been more attention on the implications of these large-scale Indian imports compared to the far less numerous Roman exports. This is not only true for the archaeological data. Also, ancient texts give us evidences of these Indian exports, like the Greek Periplus Mariae Erythraeae and the Tamil poems from South India. However, these textual sources are far less numerous than archaeological evidences, and they must be read with some subjective context. This is mainly thanks to modern techniques aiming to scientifically define the origins of Indian goods, that we can map
the exchange routes crossing the Indian Oceans. For my recently completed master research within the Erasmus Mundus project ArchMath, I focused on the study of sites like Sumur Amenikitat located in Oman. These sites are also involved in these large-scale Indian Ocean networks. During my research, I studied the composition of both Indian and local pottery by means of a multi-analytical approach aiming to determine the provenance of these ceramics. In my analysis, I included techniques like XRD, SEM-EDS, ICP, and petrography. In the past, ancient sites in South Arabia, like this, were often interpreted as part of the Roman trade. However, my recent study has shown how here we have a large variety of material coming from different areas of the Indian subcontinent, such as Gujarat, South India, and Sri Lanka. The results also underline how the geographical extension of these networks, and they confirm the importance of Indian exports. Exports that in Sumeran predate any Roman material found at the site, and even the annexation of Egypt as a Roman province. This study also underlined the importance of taking a scientific-based approach when studying ancient exchange routes, because sometimes the outcomes might not be what we traditionally expect. Proving these facts scientifically has important implications also for the bigger questions about cultural contacts and globalization in antiquity. The bottom-up approach I have used in my recent studies has proved effective, not only in answering specific questions, but also in pushing forward the general understanding of the commerce. In fact, we should not start by asking questions like, was the Roman trade dominant in India? Instead, we should start by asking questions like, what can we learn from the study of all the material from each site? Then, starting from these answers, we can draw connections and understand the nature of the Indian Ocean network, and understand the role that Romans and others had in it. Moderne technieken en wetenschappelijke methodes maken ook een belangrijk onderdeel uit van het PhD-onderzoek van Samatar Botha. Zijn werk is gefocust op het Aksum Koninkrijk, wat een groot belangrijk rijk was in Oost-Afrika gedurende de 1e eeuw voor Christus tot de 8e eeuw na Christus. En toch, in traditioneel onderzoek is er nauwelijks aandacht geweest voor Aksum en vooral ook de rol van Aksum in de meer wereldwijde netwerken. En Sam met zijn PhD wil hier verandering in gaan aanbrengen door wetenschappelijk aardewerkonderzoek toe te voegen aan
deze tak van de wetenschap. Sam zal u meer vertellen over zijn onderzoek en de eerste resultaten van zijn werk laten zien. En hij zal u toespreken vanuit de Arabische woestijn in de Emiraten. Aksum was een heuse grootmacht in de Hoorn van Afrika tijdens het eerste millennium na Christus. Er is allerlei archeologisch bewijs voor contact, maar ook een levendige handel tussen Aksum, Romeins Egypte, Syrië, India en de pre-islamitische koninkrijken in Arabië, zoals in het huidige Oman of in de Emiraten waar ik op het moment ben. Om een paar voorbeelden te geven. Aksumitisch aardewerk is teruggevonden in Romeins Palmyra. Aksumitische inscripties zijn weer gevonden in Socotra, net ten zuiden van Jemen. En een hele horde munt uit India zijn teruggevonden in Ethiopië, in Aksum, de hoofdstad zelf. En ondanks al deze archeologische vondsten en textuele bronnen die Aksum duidelijk benoemen, is er in het verleden nauwelijks aandacht besteed aan dit rijk. De reden hiervoor is te vinden in het Europese koloniaal verleden van Oost-Afrika tot mid de 20e eeuw. Afrikaanse civilisaties, met uitzondering van Egypte, werden nauwelijks besproken of benadrukt om zo de Europese superioriteit als ook hun claims op Afrikaans grondgebied te bevestigen. Vandaag de dag staat ons nog veel werk voor de boeg om het Afrikaanse geschiedenis recht te zetten. Recent zijn er steeds meer onderzoeken en meer studies gefocust op aksumitische vondsten en sites. Die worden uitgevoerd door wetenschappers uit onder andere Kenia, Ethiopië, Somaliland en vaak in samenwerking met Europese collega's. Toch bestaan er nauwelijks studies die de enorme diversiteit en verspreiding van materiaal en bronnen uit Aksum in kaart brengen of op grote schaal kijken naar de complexe relatie tussen het oude Rome en het invloedrijke Aksum. Met mijn PhD hoop ik een eerste stap te gaan zetten in die richting. Tot dusver is misschien het bekendste voorbeeld van aksumitische archeologie de zogenaamde obelisk of stijlen van Aksum. De Aksum-stijlen is in de jaren 30 door Mussolini verscheept naar Rome toen Ethiopië onder Italiaans koloniaal bewind kwam. Dit was niet uit Italiaanse interesse, het Aksumrijk. Nee, dit werd gezien als een direct parallel tussen Mussolini en de Romeinse keizer Augustus, die zelf ook verschillende obelisken uit Egypte naar Rome verscheepte. In die situatie werd Aksum in de jaren 30 door de Italianen puur gebruikt als een Afrikaans parallel met Egypte. Na jarenlange campagnes en lobbyen is de Aksumstijlen uiteindelijk in 2008 teruggebracht naar Ethiopië, bijna een eeuw later.
onderzoek is nog steeds gaande en probeert zo goed mogelijk in kaart te brengen de verspreiding, maar ook de diversiteit van het axiomitische materiaal. In de oudheid was Oost-Afrika verbonden in een complex handelsnetwerk met de Mediterrane wereld, Arabië, India en zelfs Sri Lanka. Maar vandaag de dag komt er net iets meer speurwerk bij kijken. Vanwege het koloniaal verleden in de Hoorn van Afrika is er veel materiaal uit Axum, ook axiomitisch materiaal uit India, terechtgekomen in de collectie van Europese en ook Amerikaanse musea en instituten. Dat betekent dan ook dat ik voor de analyse van mijn data op pad moet naar steden zoals Turijn, Londen en Washington DC. Dankzij de connecties binnen ons project met universiteiten in India, zoals de Maharaja Universiteit in Baroda, heb ik toegang tot materiaal uit antieke sites in India. Om voorbeeld te geven, bepaalde sites in de Gujarat regio, waar mijn collega Rishika Dumal haar PhD focust. Eerder dit jaar hebben we in het laboratorium van Baroda aardewerkanalyse en XRF-scans gedaan. En via mijn contacten in Oman en Emiraat, waar ik jarenlang veldwerk heb gedaan, hoop ik toegang te krijgen tot recenter aardewerk uit Axum voor mijn database. Tot dusver is het al duidelijk dat Axum een belangrijke link vormde tussen vooral Rome en India. En in tegenstelling tot Rome hebben we wel axumitisch materiaal in India en in de tussenliggende havens op de Arabische Schiereilanden. Axum blijkt dus niet alleen een Afrikaans grootmacht te zijn geweest, maar ook een belangrijke schakel die de Mediterrane wereld verbond met de wijdere wereld van de Indische Oceaan. Des te meer reden dus om Axum eindelijk uit het koloniaal verleden te trekken en duidelijk in het daglicht neer te zetten. Voor lange tijd werden de veroveringen en de migraties uit de Griekse en Romeinse wereld echt gezien als een hoogtepunt, een grote verandering in de oudheid. Maar als we echt even op de tijdlijn kijken, dan zijn dus de interacties tussen bijvoorbeeld de Mediterrane regio en Oost-Afrika en India zijn veel ouder. De eerste bronnen die we hebben uit de archeologie en ook antieke teksten, die gaan helemaal 5000 jaar terug. Contact tussen het oude Egypte en de Indusvalleicultuur, de Harappancultuur in India. Dus wat we eigenlijk zien als de Grieken en Romeinen deel gaan worden van dit internationale netwerk, zijn we dus eigenlijk al 3000 jaar verder van die eerste contacten die gelegd werden. En dat maakt dus eigenlijk ons begrip van de Grieken en Romeinen en hun rol in deze voortgaande processen ook veel interessanter. Maar we moeten dus opletten dat we niet door te veel te focussen op de klassieken, die veel oudere connecties, zoals van Egypte, links laten liggen. Wat kunnen we concluderen?
Wanneer we de Grieken en de Romeinen bestuderen als integraal onderdeel van een complexer, wereldwijdser netwerk aan connecties, cultuurcontact en handelsroutes, gaan we niet alleen de gehele oudheid zelf als geheel beter begrijpen, maar ook de vele culturen die er integraal deel van maakten, inclusief dus de klassieken. In ons onderzoeksproject staan connecties centraal. Connecties tussen de antieke mediterrane wereld, Afrika, India, Perzië. Connecties tussen archeologische data en textuele bronnen. Connecties tussen allerlei wetenschappelijke disciplines. Connecties tussen studenten, docenten, academici en een breder publiek. Connecties tussen Nederlands onderzoek en internationale collega's. En juist wanneer we Grieken en Romeinen in deze context bestuderen, leidt dat ook tot grotere theoretische vragen. Zoals, wat bedoelen we wanneer we het hebben over verschillende culturen? Wat is cultuur? Hoe definiëren we het concept klassiek Grieks? Zo leidt zo'n inclusieve context ook tot scherpere details in ons onderzoek. The human past as a process is still ongoing. This is why our understanding of it is also constantly changing. But when antiquity itself turns out to be so diverse and complex, it stands to reason that also our study of classics should become more diverse and inclusive.